Van harte welkom bij de Boscast. Hier is boswachter Marco met Bosjesman. Goed voor mij. En influencer met meer dan 100.000 volgers op TikTok. Maar het gaat niet om de volgers. Maar toch is het wel interessant hoe hij die heeft verzameld. En dat is onder andere met ook virale video's. Wat heb je aan social media? Nou, je kan het inzetten voor je eigen promotie. Dus laat jij social media jou gebruiken of zet jij het in voor jouw business. Hartelijk welkom, man. Dankjewel. Ik vind het een mooie vraag die je stelt. Gebruik jij social media of gebruikt social media jou eigenlijk? Ja. Het is de tweekantige, toch? Je hebt aan de ene kant heb je op social media mensen die heel veel produceren. En aan de andere kant heb je heel veel mensen die heel veel content consumeren, zeg maar. Ja, daar is onderzoek over gedaan, hè? Als je het zeg maar consumeert. Dus je kijkt naar verschillende foto's, video's, teksten online. En dat doe je dan een wat langere tijd, urenlang zeg maar, bij wijze van. Dan kan dat jou ongelukkig maken omdat je heel veel gaat vergelijken. Ja, maar ja. Aan de andere kant is het bewezen dat je zeg maar dat een therapeutische werking heeft om te creëren. Ja. Als je op social media zit om te creëren, dan ben je dus je een creatieve uitlating aan het doen. Wat doen mensen bij een psycholoog of therapeut? Zichzelf uitlaten, ja. En weet je, zo werkt het voor mij. Dat is wat social media mij biedt. Dat is ook hoe jij ooit met social media bent begonnen, hè? Echt ja. Als een soort van creatieve uitlaatklep van, want dat is ook wel een beetje de content die jij creëert. Ja. Jij creëert echt video's waar jij de gedachtegang deelt die jij op dat moment hebt. Of de filosofische denkwijze die jij op dat moment hebt. Of hetgeen wat jij net hebt gezien in een podcast of ergens in een boek hebt gelezen. Hoe is dat bij jou tot stand gekomen? Daar ga ik wat dieper op in. Dus nu neem jij even de rol aan van de interviewer. Dat vind ik oké. Okay. Nu ben ik de boswachter en de bosjesman. De bosjesman. En dan gaan we straks erop in hoe Koen Verweij meer dan 1 miljoen weergaven heeft gekregen op een video. En wat zijn gedachteproces daarin was. Want aan de ene kant kan je denken, maar het is toeval dat iemand viraal gaat. Aan de andere kant kan je denken, hey, deze persoon maakt al jaren video's. En natuurlijk heeft de een wat meer weergave dan de ander. Maar hoe krijg je 1 miljoen weergave op je video, TikTok post, gaan we straks wat dieper op in. En het proces van hoe je überhaupt op content komt is hierbij heel belangrijk, man. Dus inderdaad, ik heb echt de video content routine. Om op munitie te komen, om te kunnen schieten met alle liefde op social media. Ik zeg altijd, pak je wapen. Vragen mensen, heb je een selfie stick nodig? Nee, want als je wapen pakt, wil je toch niet helemaal klunzig doen. Je wil gelijk in het moment kunnen filmen. Ja. En zo had ik op een gegeven moment een huilvideo. Die kreeg dan 1,3 miljoen weergaven. Je hoeft niet te huilen om viraal te gaan. Maar dat was oprecht mijn gedachte. En hoe kreeg ik dan de gedachte om een huilvideo te maken? Ik had er al 2 gedaan. Eentje op LinkedIn ook gedeeld. En daardoor kreeg ik de bevestiging van, kijk, mensen snappen dat je niet altijd aan het lachen moet zijn of emotioneel stabiel bent als mens. Dus dat iemand een keertje jankt in de video. Ik had heel veel aversie, hè. Ik dacht van, ja, dat is best wel iets raars om te doen. En dat is een persoonlijke grens waar je doorheen moet gaan. Dat is persoonlijke een comfortzone waar je doorheen moet. Ik zag het sowieso als een barrière om weer te doorbreken, weer te testen. Ja. En uiteindelijk kan je denken, hoeveel huilvideo's ga je maken? Dus zijn er iets van 3-4 max geworden, maar niet gepland. Dus wat je zegt, in het moment, en ik zat die tijd in een kerk, dus heel veel over, hè. Voor eeuwig blijven leven ging het over. En mensen in mijn omgeving hadden euthanasie gepleegd, die ik via kende. Ja. Via omgeving, en deed wat met me. En Anastasia, mijn vrouw, zei als kerst op de taart nog, ik denk dat niemand eigenlijk echt dood wil. Dus toen kwam de video, niemand wil dood, man. Niemand wil dood, oprecht uit mijn hart. Ik dacht, ongemakkelijk om te filmen, maar ik deed het. Ja. Want je kan of denken of doen. Ja. En als ik aan het denken ben, dan kan ik niet iets aan het opnemen zijn. En soms zegt iemand, hey, wanneer ik met jou praat, dan zie ik gewoon dat je aan het denken bent. Soms is het gewoon radio stilte. Hè? Maar blijkbaar gaan mijn ogen dan naar de andere kant waar je het over had. Als iemand rechts naar boven kijkt, is die waarschijnlijk oprecht antwoord aan het denken. Als die linksboven kijkt, is hij aan het verzinnen. Maar toen had ik dat dus geuit en het was echt gewoon wat speelde in mijn leven. Wat jij ook net zei. En dan is het onvoorbereid. Ik heb wel altijd een hoek. Dus niemand wil dood. Dat was echt wat ik geloofde. Is een sterke hoek. Ja. En met tranen. En toen was het, geloof je wat de overheid zegt? Dus een beetje een wappie statement. Of geloof je wat God zegt? Jij kiest. Daar eindigde de video. En toen was het heel erg dat ik geloofde van dat je fysiek op aarde in jouw lichaam blijft leven. Moet je nagaan hoeveel ik daarin was gehersenspoeld. En dat is weer een ander verhaal geweest, hoe ik wat realistischer begon te kijken naar de wereld. Maar als je echt zoekt naar de waarheid, dan zal je het vinden. En soms biedt God je, denk ik, een kans om het tegenovergestelde te leren. Soms moeten we fouten maken om te leren. Ja, ja, en ik heb je nu een moment gegeven vanuit mijn leven waaruit content was ontstaan.
En vanuit gevoel ontstaat wel de beste content. Ja, 100% eens. 100% eens. Als ik kijk naar de video's die bij mij veruit de beste scores hebben gehaald. Echt 500.000 views of 1 miljoen views inderdaad. Zijn dat altijd ideeën geweest die op dat moment heel erg in mijn gevoel zaten van hey, ik wil dit uiten, ik wil hier een video over maken, ik heb hier een goed idee over. En wanneer ik content veel meer vanuit mijn mind ga benaderen, dus echt gaan nadenken hoe kan ik een viral maken of wat is nu het juiste om te doen, en dan ga ik meestal de fout in. Het is net wat jij heel mooi zei, van er zit een verschil tussen denken en doen. En wij willen nog wel eens vast blijven zitten in het eindeloos overdenken. Ja, valkuil voor. Waardoor we inderdaad in de valkuil van een eindeloze visueuze cirkel stappen, waarin we alleen maar onzeker zijn, twijfelen en denken en niks doen. Terwijl juist wat jij mij ooit heel mooi hebt geleerd. Jij en ik kunnen als content creators niet oordelen over onze eigen content. We kunnen er een mening over hebben. We kunnen met de beste intenties denken van hey, ik ga een video maken die alle factoren heeft waarmee ik viral kan gaan. Wat zijn een aantal van die factoren? Een aantal factoren zijn een stukje humor erin stoppen, een sterke hoek hebben, een duidelijk middenstuk waarin je informatie geeft. En uiteindelijk een hele duidelijke boodschap die je aan het eind van de video ook weer achterlaat, zeg maar. Waardoor mensen echt het idee hebben van hey, het is een duidelijke intro, duidelijk middenstuk, duidelijk eind met een hele duidelijke conclusie of een boodschap. Maar tegelijkertijd ook op een manier opgenomen dat er nog een stukje interactie in zit, een stukje humor in zit, een stukje dat echt triggert voor mensen om te blijven kijken, zeg maar. Maar zelfs dan kan jij al die factoren heel succesvol nelen. Maar dat belooft nog niet dat het ook daadwerkelijk een virale video wordt. Want dat is wat jij zo mooi zei. Uiteindelijk bepalen jouw volgers en jouw kijkers, die bepaalt de waarde van jouw video. Dat kan jij nooit bepalen. Dus hoe kom je er inderdaad achter of iets een goede stuk videocontent is? Door het te testen. Door het gewoon te testen. En daarin moet je af en toe uit die spiraal van denken, ook gewoon af en toe uit dat stukje oncomfortabelheid durven te stappen en durven te zeggen, ik ga het gewoon posten en ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Want er zijn video's van mij geweest die ik heel erg op gevoel heb opgenomen, waarvan ik later twijfelde, maar dacht van ja, maar dit is weer mijn zelfbeperkende gedachtegang die mij klein probeert te houden en mij onzeker maakt. Ik moet het gewoon gooien. En dan vervolgens kreeg die 400.000-500.000 views. Social media biedt echt een gigantische spiegel. Dat is wel, weet je, ik vind dat social media kan echt ingezet worden, ook op scholen. Op een andere manier van, hey, hoe zie jij jezelf terug? Wat vind je van jezelf? In plaats van, wat vind je van anderen? En zo zet ik het in en daar ontstaat mijn passie ook uit. Ik heb ontdekt wat ik haat en dat zijn mensen die vol zitten van zichzelf, waar we het net over hadden. Ja. En dan heb je dus weinig ruimte voor een ander. Ja. Weet je, Valentijn is net geweest en dan ging het over zelfliefde. Nee, het gaat om hoe je van jezelf houdt, ook belangrijk. Maar dan is het toch wel realistisch teruggaan naar de definitie van Valentijn. En dat is, hoeveel ruimte heb je in je hart over om een ander lief te hebben? Weet je, en dus kijken naar hoe we als mens denken, en ik ben daarin het perfect, imperfect voorbeeld. Het onjuist voorbeeld, en dat laat ik graag zien als mens zijn ook. En dat bied ik ook graag anderen. Dus aan de ene kant, hey, ik heb iets wat ik haat, dat mag ik uitspreken, durf ik te doen. Dat geeft me ook weer vuur om te doen waar ik van hou. En als mensen inspireren, en een spiegel bieden, en mezelf op paal zetten, en diepe gedachten delen. Viraal gaan, om daar terug op te komen. Je hebt al verteld, hoe ga je een beetje viraal? Weet je wel, sterk begin, middenstuk, eind. En dat je ook met beelden nog goed laat zien van hey, heeft het te maken met de inhoud? Of misschien heb je iets op de achtergrond, zei je nog in ons vorige gesprek, van iets wat afleidt of iets waarvan de ander denkt, hey, wat was daar nou op beeld? Er zijn ook heel veel trucjes. Je kan heel makkelijk een shot pakken waarbij jij en ik nu bijvoorbeeld zouden praten in deze podcast, maar je loopt er een beer. Een beer op de achtergrond. Ja. Of iemand in een kabouteruniform loopt opeens op de achtergrond voorbij. Ja. Waardoor mensen opeens de trigger in hun hoofd tijdens het kijken krijgen van wow, what the fuck gebeurde daar, zeg maar. Ja. En dat zijn van die triggers. Als je dat een paar keer in een video toepast, dan blijven mensen daardoor toch kijken naar de video. Omdat ze denken van, er gebeurt zoveel en hij vertelt. En dan heb je dus de formule om viraal te gaan. En dan zeg jij alsnog, gaat het verder dan dat. Want uiteindelijk wil je niet alleen de formule om viraal te gaan blijven herhalen en jezelf daarin verliezen. Dus hoe blijf je ook dicht bij jezelf? Ja. Jij bleef dicht bij jezelf met de post, kreeg meer dan 1 miljoen weergaven. Waarbij je een vriend die een paniekaanval in 2 rollen speelde. En de andere vriend was dan de redder, zeg maar. En ook deelde heel informatief hoe je dat deed in die video. K-
Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe kwam je op het idee van een TikTok om meer dan 1 miljoen weergave? Laten we beginnen bij dat paniekaanvallen best wel iets is wat voor veel mensen voelt als, hoe zeg je dat, overdrijven. Veel mensen hebben het beeld dat een paniekaanval helemaal niet zo erg is en dat dat eigenlijk iemand is die heel erg aan het overdrijven is, of nog erger, dat iemand dat doet uit aandacht, terwijl een paniekaanval gewoon nieuw is. En mensen die dat hebben, hebben echt het gevoel alsof hun hart gewoon stopt, alsof ze bijna doodgaan, zeg maar. Dus dat is een algemeen bekend topic, okay. Ja. Een breed topic. Okay. Dat is het voordeel. Hoe kwam jij erop om het in te zetten? Omdat ik er zelf ook video's over zag, over paniekaanvallen. En dat gaf mij het gevoel van, hey, ik kan hier op mijn eigen manier ook een hele mooie twist aan gaan geven, zeg maar. Recreational content. Juist, goed. Ja. Recreational eigen content. Manier. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Alles wat gezegd kan worden, is al een keer op internet gezegd. Ja. Alles, alles. Dus waarom zou iemand naar jou luisteren? De enige manier waarom iemand nog naar jou luistert, is omdat jij hetgeen wat al gezegd is, weer op een manier weet te brengen waardoor het nog beter binnenkomt. Of nog dieper gaat. Of vanuit een mooiere energie naar boven komt, zeg maar. En daarin had ik het gevoel van, hey, ik wil deze video wil ik informatief maken. Ik wil mensen echt het stukje laten zien van, hey, dit is wat jij kan doen als je een paniekaanval hebt. Ja. En tegelijkertijd wilde ik ook een stukje taboe doorbreken van, hey, mensen die niet bekend zijn met paniekaanvallen, het is best wel heftig als je dat hebt, zeg maar. Ja. En zo start ik daar dan mee, dan heb ik het onderwerp. Ja. Ik wil praten over een paniekaanval en ik wil tips geven over wat je daartegen kan doen. Maar in dit geval duurde het een paar weken voordat ik uiteindelijk tot het idee kwam van, hey, ik kan gaan vertellen, jongens, een paniekaanval is best serieus en dit zijn 3 tips die jij tegen een paniekaanval kan doen. Of ik kan het in een soort van toneelstuk verpakken waarin ik aan de ene kant iemand speel die een paniekaanval heeft en aan de andere kant iemand speel die de paniekaanval voorkomt bij die persoon door de tips te geven. Want uiteindelijk geef ik 3-4 tips in hoe je een paniekaanval kan stoppen, maar dat doe ik terwijl ik eigenlijk een toneelstukje aan het voeren ben. Gaaf. Waardoor je op een hele speelse wijze aan het informeren bent. Met inderdaad een heel duidelijk begin als hoek zijnde, bro, ik krijg een paniekaanval. Dus het is gelijk duidelijk waar de video over gaat. Een scenario schets. Ja. Het scenario is gelijk neemt duidelijk. De ander gelijk mee in de emotie in het scenario. De ander is daar met jou. Heeft de het onderwerp is duidelijk. Het is gewoon helder, zeg maar. En vanuit daar creëer je dan het toneelstukje. Want uiteindelijk misschien in totaal was de hele video 28 seconden. Dus het is een hele korte video die heel snel van shots wisselt. Heb je nog filmtips over het filmen? Probeer het een beetje dynamisch te maken. Okay. Probeer het leuk te maken. We hebben nog wel eens de neiging dat als de camera aangaat, dat we heel statisch willen gaan zijn. Ja. En heel erg, oh bro, sorry, maar dan moet je misschien exact dat inderdaad. Terwijl juist wat je ziet, dat ik een shot doorheen doe waarin ik echt puur mezelf ben en zeg, Elwa, moet je koffie joelen? Snap je, dat is gewoon hoe ik ben. Maar dat is daardoor wel een stukje puurheid gecombineerd met een stukje humor. Waardoor mensen gewoon het gevoel hebben van, hé, dit is wel een authentieke video, man. Laagdrempelig iets overbrengen, het behapbaar maken. Dat is voor mezelf ook heel belangrijk. We hadden het over dat ik wel eens diepe gedachten heb. Maar dan is het, hoe begin je op een simpele manier het behapbaar te maken? Weet je? En dat is met die scenario heel goed. Dan heb je een stukje story, informatieve gedeelte. Nou, je kan ook andere dingen invullen en aan het einde heb je die statement. Vind ik heel krachtig. Wat was de statement eigenlijk? De statement is uiteindelijk dat ik uitleg van, hey goh, hoe het zit. Doordat jij dit hebt gedaan en ik doe dit bij jou en jij doet dit bij jezelf, raak jij afgeleid waardoor je je eigen paniekaanval vergeet, zeg maar. Eigen paniekaanval. Op het eind leg ik heel duidelijk de conclusie uit wat de kijker nou eigenlijk in de video heeft gezien, zeg maar. Ja. Want eerst doe ik het allemaal. Daarmee voorkom ik de paniekaanval bij mezelf en dan leg ik eigenlijk in een paar seconden heel duidelijk de conclusie uit van, hey, ik deed dit waardoor je hartslag naar beneden ging, ik deed dit waardoor ik jou afleidde, waardoor jij uiteindelijk geen paniekaanval meer had. Waardoor de kijker gelijk weet van, hey, dus eigenlijk zijn het een paar kleine dingetjes die je kan toepassen om bij iemand de kans op een paniekaanval te verkleinen. Heel, of het te stoppen. In 28 seconden, zeg je. 28 ongeveer. Heb je dus eigenlijk alle info gedeeld. En sommige coaches, ondernemers of creators zijn nog bezig met minutenlange video's te maken om uit te leggen wat jij in zo'n korte tijd doet. Hè? Chapeau. Ja. Wat op zich niet verkeerd is. Want vaak zie je dat de waarde die mensen in die video's bieden, die langere, heel erg waardevol is. De informatie die ze delen is heel waardevol. Alleen het punt waar zij aan voorbij gaan
is dat het social media gebied en het terrein eigenlijk compleet veranderd is sinds TikTok is gekomen. Ja. Je ziet dat vroeger had je op Instagram had je IGTV's. Ja. Die waren gemiddeld 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten. En dat werkte toen de tijd heel goed. Hebben we het over 3-4 jaar geleden. Ja. Maar wat je nu ziet is dat videocontent eigenlijk een tijdspanne heeft gekregen van 15 à 60 seconden maximaal. Ja, dat zijn shorts. Dus dat houdt in dat jij eigenlijk binnen een paar seconden moet jij al de kijker triggeren, waardoor de kijker beslist of die blijft kijken of dat die gaat doorscrollen. Die hele aandachtspanne is echt tot het minimale van het minimale gekomen. Dus dat houdt in dat jij eigenlijk moet zorgen dat de eerste paar seconden van jouw video's al heel duidelijk geeft van hey, dit ga ik aan deze video krijgen. Bijvoorbeeld, wat ik natuurlijk vaak heb gedaan is 5 tips hoe jij gelukkiger kan worden. Of 5 signalen waaraan jij kan herkennen of puntje, puntje, puntje. Of inderdaad, bro, ik krijg een paniekaanval. Ja, dat is want wat ik daarmee doe is ik geef in de eerste 1, 2, 3 seconden laat ik al gelijk aan de kijker zien, dit is waar deze video over gaat. Aan het eind van deze video weet jij of hoe je met een paniekaanval moet omgaan, of je hebt 5 tips waardoor je gelukkiger kan worden, of je hebt dit. Maar je zegt ook, ik begrijp je. Wat je zei, je doorbreekt een taboe. Ja. Om eigenlijk te laten zien, hey, dit kan een mens overkomen. Ja. Bro, ik heb een paniekaanval, dus dat is ook wel mooi. Dus het is herkenbaar voor de ander. Ja. Dat is ook relatable, recreational en reactional content heb ik van Robert Benjamin gelezen, zo'n TikToker. Maar dus jij vertelt heel goed hoe je over hoe je viraal kunt gaan en echt zeg maar op de seconde wat je het beste kan doen, wel vanuit jezelf, vanuit je eigen altijd kracht. Altijd vanuit jezelf. En altijd. Jij hebt daar ook een let's go viral. Let's go viral. Let's get viral. Let's get viral. Dus jij hebt een let'sgetviral.nl of .com. Ja, .nl. Let'sgetviral.nl, waarin je eigenlijk een ander laat zien hoe dat kan en die gaat gewoon met jou daarin mee. Hoe die dat voor zichzelf kan doen, zeg maar. Ja, daar help ik mensen echt door middel van één-op-één begeleiding om inderdaad ze mee te nemen in het volledige proces van content creatie. Ja. Niet alleen het opnemen en het filmen en het posten, maar ook het stukje van hey, hoe kan je nou content ideeën creëren en dat op zo'n manier uitwerken dat dat inderdaad alle factoren bevat die een video moet hebben om de potentie om viral te kunnen gaan. Ja, mooi. Je hebt de holistische aanpak, vind ik mooi. Dus het is niet alleen kijk de hashtags waar we het over hadden, kijk de muziek of kijk naar de trend. Het is hey, wie ben jij als persoon? Wat heb jij te bieden? Wat wil je eigenlijk? Dat soort dingen. Dat vind ik mooi. Dat vind ik het ook het belangrijkste, want uiteindelijk is de kracht van social media en de kracht die iedere luisteraar, kijker van deze podcast ook kan behalen. Niemand is zo authentiek als dat jij bent. Niemand kan zo uniek zijn als dat jij bent wanneer jij jezelf bent. En op het moment, dat zie je nu heel veel, je hebt heel veel cursussen die uitleggen van hey, je moet dit soort hashtags gebruiken, je moet dit soort video's maken en dit soort onderwerpen en dit soort clickbait erin. En wat je daardoor ziet, is dat iedereen eigenlijk een soort van dezelfde content gaat maken. Maar jij ze maken ook allemaal dezelfde video's. En dan heb je dezelfde video's, hoe onderscheid je jezelf? Je bent je authentieke ik, zeg je, daarin zit de kracht. Dus ook een beetje los van wat doet de kudde. Maar je zei ook, als ik geen hashtags had gezet bij die video met meer dan 1 miljoen was views, was die alsnog viral gegaan. Ondertussen, terwijl je van 103.000 naar 106.000 plus volgers ging, dus met 3.000 volgers groeide op TikTok, had je ook op Instagram, dat je dus van 1800 volgers nu naar boven de 4000 bent gegroeid op Instagram, terwijl je daar al maanden actief bent. Dus je bent maanden actief op Instagram en je hebt dus 2 posts die je uiteindelijk inzet, die samen dan bijna 1 miljoen views hebben, waardoor je dus van de 1800 naar 4000 volgers op Insta gaat. Ik vind het 2, 3 weken tijd inderdaad. Ik vind het moeilijk om op Insta te groeien en dat is dus de kracht van het inzetten van je content op een andere platform ook. Insta is ook gewoon veel moeilijker om te groeien. Wat je gewoon heel erg ziet is, kijk, Instagram is natuurlijk al 10 jaar oud of zo. Het kwam in 2008, 2010 ergens op de markt. Instagram is veel meer verzadigd. Ja. Mensen maken veel meer content op Instagram. Ja. Waarin het aantal creators op TikTok nog veel kleiner is. Dus daar ligt ook echt alle kijkers. Serieus, als je wilt groeien op social media, ga niet op Instagram, ga niet op YouTube. Ga op TikTok, want daar is het verhouding van mensen die content bekijken veel kleiner ten opzichte van het aantal mensen wat content creëert. En dat houdt in dat er voor jou veel meer potentie zit om te groeien in de markt. Echt waar. Dat is, het is insane. Ja. En wat het ook heel mooi laat zien is dat ik met een account al 100.000 volgers kan hebben op TikTok, maar dat niet automatisch ook succes levert voor Instagram. Dus hoe ga je om met, je krijgt in de ene relatie, ik ga hem zo even zetten, in de ene relatie met het platform TikTok heb je erkenning ontvangen. Deze posts doen het goed. Hier krijg ik mee de aandacht.
En dan kom je dus op een nieuw platform, Instagram, en dan ben je een nietsnut en een niemand, terwijl je weet wat je waarde is. Hoe ga je daarmee om en pak je dat weer? Door jezelf te accepteren. Kijk, wij hebben in ons hoofd nog wel eens het gevoel, dat is ook wel een beetje hoe ons ego werkt, dat als jij groot bent op platform X, dat jij automatisch het ook verdient om groot te zijn op platform Y. Maar dat is bullshit. Het feit dat ik groot ben op TikTok betekent niet dat ik automatisch het ook verdien om groot te zijn op Instagram. Daar moet je weer je eigen strepen gaan verdienen. Daar moet je weer je eigen gezicht laten zien, omdat het een andere groep mensen is die daar zit. Ja. Dus daarin moet je ook accepteren dat jouw eerste video niet viraal hoeft te gaan. En dat een video die je plaatst op TikTok met 100.000 volgers 300.000 views kan krijgen, waar die op Instagram op 5.000 kan blijven zitten, puur omdat je niet de clout hebt die je op TikTok hebt. Ja. En wat daar de kunst van is, is gewoon doorgaan. Het heeft mij 8-9 maanden gekost om 1500 volgers te krijgen. En het heeft me daarna 2 weken gekost om die te verdrievoudigen, zeg maar. Maar als ik ooit gestopt was, na 5 video's, dat ik dacht, ja zie je, dit werkt niet. Instagram is niet mijn platform. Als ik dat vanuit mijn ego was gaan doen, want dat zie je vaak dat mensen dat vanuit een ego-laag doen. Ja. Vanuit onzekerheid. Ja. Waardoor ze uiteindelijk niet die stap durven te zetten en door durven te gaan. Als ik dat niet had gedaan, had ik misschien nu 200 volgers op Instagram gehad. Maar juist omdat ik gewoon doorging en accepteerde van, hey, deze video krijgt op TikTok 500.000 views en op Instagram 10.000. Dat moest ik voor mezelf accepteren. Analyseren. Door dus te beseffen van, hey, dat ik daar groot ben, betekent niet dat ik daar groot ben. Maar hoe je volhoudt en dus je omarmt, hey, op één platform ben ik groot. Laat ik diezelfde video testen op een Instagram of op een YouTube of op een LinkedIn of op een Facebook. En dan weer op een TikTok. En dan is gewoon mee te kijken hoe dat gaat en dan een beetje aanpassen. En aan de andere kant heb je dus veel views, maar waar is het geld? Ik denk dat mensen heel snel denken dat veel views automatisch gelijk staat aan veel geld verdienen, maar dat is niet zo. Wat vind je van coaches die zeggen, het gaat niet om 10.000 volgers hebben waarvan er maar 100 betalen, kan je net zo goed 100 volgers hebben waarvan alle 100 betalen? Ik vind het ergens wel, er zit absoluut een waarheid in. Maar dan is het weer, wat is jouw intentie? Als het de intentie van de coach is om klanten binnen te halen, dan is het op zich gewoon goed, niks mis mee. Maar dat is nooit mijn intentie van contentcreatie. En in hoeverre is het, want je wil wel vrijheid hebben om te gaan en staan waar je wil als ondernemer, daarvoor hebben we geld voor nodig. Dus in hoeverre creëer je zo'n balans? En hoe hou je dat vol, wil je eraan koppelen van net, consistent blijven? Want daardoor ben je gegroeid van 1800 naar meer dan 4000. Volgens op Instagram binnen 3 weken. Hoe houd je het vol en hoe creëer je een balans met geven? Ik zeg altijd, deel gewoon alles wat je weet, want de ander gaat echt niet vandoor met je idee, want het is gratis content. Of de ander moet inzien hoe een waardevol persoon je bent, terwijl die je niet kent, en dat is heel lastig hoor. Maar dus daarom moet je dus vertellen wat je weet, anders en ook wie je bent en waar je voor staat. Hoe houd je het vol en hoe creëer je de balans in geld verdienen en inspireren zonder iets voor terug te verwachten? Ik denk dat die balans van nature ook al een beetje in jezelf moet zitten. En dat dat ook weer afhankelijk is van de intentie die jij hebt. Op het moment dat jouw intentie louter is om rijk te worden en dat jouw reden is om content te gaan pushen op social media, dan ben jij eigenlijk jezelf aan het verloochenen. Want jouw reden is niet dat jij content wil maken omdat jij mensen wilt inspireren of mensen wilt helpen of noem het maar op. Jouw reden is een hele egocentrische reden, ik wil rijk worden. Maar op het moment dat jij content creëert met de gedachte van, hey, ik wil mensen vermaken, ik wil mensen informeren, ik wil mensen een beetje liefde geven, ik wil mensen dan leuke video's vol geven, zeg maar. Dan hou je het ook vol, denk ik. Uiteindelijk moet jouw motivatie intrinsiek zijn. Mm-hmm. Het moet jouw motivatie zijn om vanuit intrinsieke waardes content te creëren. Ik heb wel eens mensen gesproken die 20.000, 30.000 volgers hadden. En die zeiden van, ja, ik doe dit alleen maar om het geld. Wat zijn jouw intrinsieke motivaties? Mijn intrinsieke motivaties zijn heel simpel. Ik heb fucking veel jaar van mijn leven me heel erg kut gevoeld om alles wat ik in mijn leven deed, om hoe ik naar het leven keek, om hoe ik over mezelf dacht. En jarenlang eigenlijk in een soort van depressie gezeten. Totdat ik voor mezelf ontdekte van, hey, maar ik ben krachtig genoeg om hieruit te kunnen komen. Ik ben krachtig genoeg om te kunnen groeien als mens in mijn leven. En op het moment dat ik dat ontdekte voor mezelf, toen dacht ik van, ja, maar er zijn in Nederland 100.000 mensen die heel erg veel moeite hebben met zichzelf, niet goed weten wie ze zijn, waar ze gelukkig van worden en eigenlijk in een soort van depressie zitten en niet zo goed weten hoe ze eruit moeten komen. Als je weet de pijnlijke kant die er is en je bent er op een of andere manier uitgekomen, waarom zat je in een depressie?
Omdat ik eigenlijk heel lang heb weggewend van mijn eigen leven. Ik durfde mezelf nooit de vragen te stellen die je jezelf moet stellen om te kunnen groeien in het leven. En waar bestond je leven uit voordat je die vraag stelde? Mijn leven bestond uit, ik studeerde toen nog. Wat ik totaal geen enkel moment van tijd mijn best voor deed. Dus op dat moment was ik taxichauffeur. En taxichauffeur was eigenlijk mijn manier van wegvluchten van mijn studie. Waardoor ik 40 uur in de week op de taxi ging rijden. Want daardoor hoefde ik niet te studeren. Terwijl dat eigenlijk mijn main ding in mijn leven was op dat moment. En ik durfde mezelf nooit in de spiegel aan te kijken. Ik durfde nooit verantwoordelijkheid in mijn leven te nemen dat hoe op dat moment de resultaten van mijn leven waren, dat ik daar zelf verantwoordelijk voor was. Dus dat mijn ongelukkige leven door mijzelf gecreëerd was. Door jezelf gecreëerd, oké. Okay. Maar je hebt dus de besefmoment gehad, ergens, om dat om te draaien. Dus je bent een student, maar je werkt bij wijze van 40 uur in de week als taxichauffeur. En je zegt dat is jouw manier om toen te ontsnappen van de realiteit, jezelf aankijken. En zien wat je van jezelf vindt eigenlijk. En wanneer kwam dan, of was het in stappen, zeg maar de omkeer? Oh, de omkeer komt eigenlijk door Adel. Die ken jij natuurlijk ook. Ja. Omdat hij eigenlijk in dezelfde fase zat als mij. Hij was ook heel ongelukkig met zijn leven. Hij had al meerdere malen dingen geprobeerd. Waar hij elke keer weer mee stopte omdat het niet lukte. En vanuit daar zaten wij eigenlijk altijd heel erg ook te kutten op het leven. Als wij afspraken, dan gingen we documentaires kijken die best wel een heftig beeld van de wereld brachten, hoe het ging. En dan gingen we altijd samen ongelukkig lopen vloeken en tieren op het leven en op de wereld. En hoe slecht het allemaal was en dit en dat. En voor de kijker, wie is deze Adel? Adel is eigenlijk mijn zielsbroeder. Mooi. Die ooit inderdaad met Red Bull is begonnen. Wat is een zielsbroeder? Soms ontmoet je mensen in je leven waarvan je later gaat beseffen dat dat geen toeval is geweest dat je die mensen hebt ontmoet. En dat je band die je met die persoon hebt voelt alsof het niet de eerste keer is dat jullie elkaar ontmoeten of kennen in een leven. Mooi. Ik ben ervan overtuigd dat ik Adel al langer ken dan alleen dit leven. En ik weet niet hoe dat exact in elkaar steekt, want die waarheid ken ik niet. Maar ik weet dat mijn band met hem dieper gaat dan de menselijke band die ik uitsluitend in dit leven met hem heb. Mooi, dus je voelt dat. Dus achteraf kwam je dus meer tot het besefmoment, hey, Adel is zo'n vriend, is zo'n zielsbroeder. Dus zeg je dan daarmee ook dat een ander, als die een zielsbroeder of zuster heeft, dat je daar ook weer samen mee verder kan komen? Of als beide in dezelfde fase zitten, 100%. Adel en ik zaten allebei heel erg in de fase dat wij heel ongelukkig waren over ons leven. We heel erg negatief naar de wereld keken. We heel erg negatief naar onszelf keken. Onze mindset was een hoopje pudding van heb ik jou daar, zeg maar. En vanuit daar kwam hij met het punt van, hey, luister, we hebben eigenlijk twee keuzes in ons leven. Of we gaan de rest van ons leven op deze manier door. We blijven depressief, we blijven ongelukkig, we nemen geen verantwoordelijkheid. En over 10 jaar is ons leven nog kutter dan vandaag. Of we gaan nu samen de afspraak maken om voor eens en altijd te zeggen, luister, we gaan 1 keer proberen om alles van ons leven te maken. En we gaan kijken op wat voor manier en we gaan gewoon elkaar motiveren om nooit op te geven. Op dat moment hebben we die tweede keuze gemaakt. Dus je hebt afspraken gemaakt en als man houd je aan het woord. En daarom vind ik je houden aan je woord soms belangrijker dan het volgen van je gevoel. Oeh. Die verandert dan weer, maar dat is misschien voor andere podcasts. In sommige situaties wel, in andere niet. Ik denk dat daar altijd een balans in moet zijn tussen je gevoel en je mind, zeg maar. Want stel je gaat, je wil vanuit gevoel wil je een gezonder lichaam creëren. Je wil vaker fitnessen, vaker sporten. Dan zullen er momenten zijn waarop je gevoelsmatig zin hebt om te gaan sporten. Ja. En vanuit daar gaat sporten. Maar er zullen ook momenten zijn waarin je op dat moment het gevoel hebt dat je geen zin hebt om te sporten. Ja. En dan kan je weer 2 dingen doen. Je kan of toegeven aan dat gevoel, of je kan nadenken aan het grotere gevoel waarvoor je het doet. En dat is uiteindelijk dat je een lichaam wil krijgen waar jij gelukkig van bent. En dat wisten jij en Adel, het grotere gevoel waar jullie het voor deden. En jij bent uiteindelijk een mens geworden, die is zelf zo mooi, een ziel ben je al lang geweest, die zichzelf tot een bepaald niveau heeft ontwikkeld. En die ook dus daaromheen, ja, in de aantrekking, meer dan 100.000 volgers heeft verzameld op TikTok. En een hele beweging creëert van positiviteit en liefde verspreiden. En ook een hele diepe bewustwording daarin. Wat is er aan de andere kant bij Adel gebeurd? Hoe is hij verder gegaan?
Hij is nog dieper daarin gegaan. Okay. Zowel qua spiritualiteit als zijn bewustwording. Als dat... Kijk, uiteindelijk, we zijn wel zielsbroeders. Maar uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen levenspad. Jij hebt jouw eigen levenspad, ik heb mijn eigen levenspad. En wat je wel vaak ziet, is dat er mensen in jouw leven zijn die heel lang parallel aan jouw levenspad lopen. Maar tegelijkertijd wel andere behoeftes hebben, andere intrinsieke motivaties. En vanuit daar dus ook uiteindelijk kiezen om andere dingen te doen. En dat is er bij Adel gebeurd. Adel heeft heel lang in Nederland geprobeerd om mensen te helpen om spiritueel te ontwaken. En om dat geluk in zichzelf te kunnen creëren. Okay. Maar uiteindelijk ontdekte hij van, nee, maar ik wil eigenlijk een niveau groter. Ik wil een niveau verder. Ik wil op een andere manier meer voor de mensheid betekenen. Ja. En toen is hij naar een manier gaan zoeken hoe hij dat kon implementeren. En dat heeft hem uiteindelijk gebracht naar de emigratie naar El Salvador. Gaaf. Ja. Omdat dat voor zijn levenspad op dat moment als de stap voelde die hij moest zetten. Gaaf. Ja, gaaf man. Mooi dat je dit deelt. Ja. Is er nog iets voordat ik de podcast aan een einde breng wat er bij jou hangt? En ondertussen terwijl je nadenkt, vertel ik ook de kijker dat contentcreatie is, zeg maar, inhoud betekent content. Hè? Dus het is niet per se alleen, hey, hoe werkt het? Maar het is ook, wie ben jij? En dit is dus niet eigenlijk echt de Boscast, Bos podcast, maar meer de podcast, ik ben Marco, wie ben jij? Dus daarom vind ik het mooi, de dingen die je deelt. En ik weet niet of het nu iets in naar boven komt wat je nog wil zeggen tegen de kijker. Of wat ik wil zeggen is inderdaad dat als je content wilt gaan creëren en als je iemand wilt worden op social media, ga voor jezelf echt nadenken wat de boodschap is die jij de wereld in wilt zenden. En als jouw intentie is omdat je bekend wil worden of groot wil worden of geld wil verdienen of op wat voor manier ook jouw ego wilt voeden, dan ga je uiteindelijk jezelf verloochenen, omdat jij niet vanuit louter mooie intenties content aan het creëren bent. Waardoor je op een gegeven moment niet meer de motivatie gaat hebben, niet meer de inspiratie. En daarmee eigenlijk uiteindelijk faalt in hetgeen wat je wil bereiken. Wanneer jij trouw aan jezelf blijft en de video's maakt die jij echt vanuit jezelf naar buiten wilt brengen, dan ga je het pad van het lange succes bewandelen. En dat is altijd veel meer dan wanneer je uitsluitend je ego gaat voeden. En dat zie ik helaas te veel op social media gebeuren. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Dankjewel. Dat vind ik een heel mooi onderwerp. Want dat is op social media een onderwerp wat vaker besproken mag worden, man. Ja, ja, mooi. Hartelijk dank, Koen. Ik wil jou bedanken, maat. Zeker, graag gedaan ook. Net zoals de kijker. Yes, dit was Koen Verweij, mijn vriend, TikToker. Prachtige ziel. Check zeker de links die ik hier op YouTube heb over hem. En dan zien we jou de volgende keer bij de podcast. Ik ben Marco. Wie ben jij? Misschien in het bos, misschien op de kermis, misschien in de stad. Dat is niet belangrijk.